President Chandrika Prasad Santokhi is op dinsdag 27 september te gast geweest bij de Sri Krishna Mandir. In het gebedshuis aan de Jagannath Lakshmanstraat zei het staatshoofd dat het belangrijk is om in gebed te gaan tijdens Navrati. Hij meende dat Surinamers elkaar moeten ondersteunen en met elkaar moeten samenwerken naar een beter Suriname. Met de waarden en normen van de religie kunnen wij ons meer bewust worden van een sociaal rechtvaardig medeleven voor onze medemens, aldus president Santokhi. In de Wet Algemeen Pensioen 2014 is opgenomen dat de pensioenraad het orgaan is dat de voordracht doet aan de regering tot indexering of aanpassing van de pensioenen bij het Algemeen Pensioenfonds. Minister Bronte Somaharjo van Binnenlandse Zaken is er voorstander van een nieuwe voordracht te doen waarbij de minimumuitkering wordt opgetrokken van 300 SRD naar 1350 SRD, wat een indexering betekent van 450. Dit zal hij verder bespreken binnen de ministerraad. Na goedkeuring is het streven om de indexering per januari 2023 te laten ingaan.